Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 1 mei 2015. Hans Albers wordt Nationaal Coördinator Groningen. En zijn taak is de Groningers te helpen bij het behouden van hun huis en milieu. En hij staat dus tussen de NAM en de bevolking in. Hij is een PvdA'er, hij werkt onder andere voor VNO-NCW en hij heeft nog 20 arbeidscontracten. Sinds gisteren ligt er tegen VNO-NCW bestuur, dus ook tegen Hans Albers, een internationaal strafhof rechtszaak. Zij hebben de afgelopen 8 jaar het parlement geholpen bij het organiseren, vergroten van de Nederlandse Dictatorenclub op het internationaal strafhof lobbyplatform. Dat betekent in boerenverstandtaal dat ze voor de elite van Nederland de macht hebben vergroot, het klootjesvolk rechtenloos maken. Dus het klootjesvolk kan zich niet meer verdedigen in de bureaucratie tegen schending van mensenrechten. En ze hebben hun aantal arbeidscontracten uitgebreid en verankerd. Ze weigeren als groep de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen. Ze weigeren politieke partijen te dwingen de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen. En ze hebben zelfs via de rechtspraaklobby, Mensenrechtencollege, Advocatenorde, KNAW, ook rechters crimineler gemaakt. En die rechters laten zich ook gebruiken voor meer criminaliteit. Dus voor het rechtenloos houden van het klootjesvolk en het versterken van de arbeidscontracten van de elite moordenaarsclub. Die Hans Albers is dus eigenlijk gewoon een Hitler-hulpje. Hij helpt eerst voormalig president Jan-Peter Balkenende en nu huidig president Mark Rutte bij het folteren en vermoorden van het volk. Er komt dus in Groningen helemaal geen verbetering voor de burgers die getroffen zijn door de aardbevingen. En dat komt ook doordat die burgers nog steeds erg naïef zijn. Ik heb al gezegd, jullie kunnen gehandicapt raken, jullie kunnen gedood worden en nog verdedigen jullie je lichaam met carnavalsdeuntjes. Er bestaan zwaardere juridische constructies, zoals ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal worden in eerste instantie en hoogste resort beoordeeld door de Hoge Raad. Dat betekent dat als de advocatenorde en de lagere rechters weigeren te oordelen in je dossier, politici gedwongen moeten worden de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen in je dossier. En daar moet de Hoge Raad op toezien. Dat was het parcours dat ik moest afleggen. Ik moest gewoon beginnen hier bij de rechtbank in Haarlem en ik eindig bij het internationaal strafhof. Omdat ik bewijs dat de Hoge Raad op verzoek van dictatoren Balkenende en co. en Rutte en co. dossiers weggooien van burgers die 100% rechtenloos zijn. Dus burgers worden stiekem vermoord. Voor de mensen in Groningen is er een andere juridische realiteit en dat is dat Nederland formeel een dictatuur is sinds 2 juli 2014. Toen heeft koning Willem-Alexander tegenover mij bewezen dat hij weigert het parlement en de kiesraad te dwingen de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen. Dus hij is zelf ook een dictator die de wetten formeel volgens de grondwet tekent en dus dictatorenwetten voor het land maakt. Op grond van het Folterverdrag is het voor het Nederlandse volk verboden te communiceren met iedereen tegen wie ik een rechtszaak ben gestart binnen het internationaal strafhof. Het is voor het internationaal strafhof zelf verboden om te communiceren met politici tegen wie een ICC-rechtszaak ligt. Dat was het al op 1 mei 2007 toen ik tegen Balkenende & Co. die rechtszaak startte en dat is het nu vandaag nog steeds. Alleen het internationaal strafhof het internationaal strafhof wordt gevuld met mensen die nauwelijks een rechtenopleiding hebben en die ook helemaal niet weten wat juridisch denken is. Ze kunnen niet juridisch denken volgens ons systeem van procedures, ons westerse systeem van procedures. En dat weet de kwaadaardige lobby in Nederland. Dus zij hebben het internationaal strafhof onderdeel gemaakt van hun moordenaarslobby. En doordat die moordenaarslobby er is, staan nu de huizen in Groningen op instorten. Gaan bedrijven failliet. Ze
gaan er heel veel bouwbedrijven failliet, tuinders, binnenschippers. Ballas Nedam wordt gered, maar Ballas Nedam moet zich loskoppelen van die dictatorenclub om ook in de toekomst overeind te blijven. Als ze dat nu niet doen, gaan ze volgend jaar of het jaar daarop failliet met 100 miljoen schuld. Dat is de lobby. Dat kan ik niet zo uitleggen. Dat is echt een gigantische, gewelddadige lobby. Als nu die Hans Albers, tegen wie een internationaal straf- of rechtszaak ligt, nationaal coördinator Groningen wordt, dan zit hij daar 1 voor zijn eigen arbeidscontracten en om zichzelf uit de cel te houden. Dus hij heeft er belang bij om iedere Groninger die zijn bek opentrekt omdat hij zijn huis terug wil en omdat hij niet gehandicapt wil raken of gedood wil worden, stiekem volgens een geheim pad toch te vernietigen. Hij doet dat ook voor het behoud van de VNO, NCW, SER, MKB, CPB, CBS, College Mensenrechten, Nationale Ombudsman, ACM en al die andere kliekjes die lid zijn van die dictatorenlobby op het internationaal strafhofplatform. En die gaat ook via het bedrijfsleven internationaal, via de Hague Center for Strategic Studies, Klingendaal, en de Global Justice Instituut. Tegen die instituten ben ik ook een internationaal strafhofrechtszaak gestart tegen alle medewerkers. Dus dat betekent dat het ICC niet meer met hen mag communiceren. Dat betekent dat het volk van Nederland dus niet meer met die personen die daar werken mogen communiceren. Want het zijn dictatoren, het zijn Hitlers. Wat je dus nu ziet is dat de Hitlerclub van Nederland in de bureaucratie zichtbaar en tastbaar wordt. Maar die Hitlerclub is nog zo sterk dat ze elkaar arbeidscontracten kunnen geven. Dus Hans Albers, Nationaal Coördinator Groningen. Ik maak deze video dus wetende dat hij zijn 23e arbeidscontract daar krijgt. En dat hij stiekem de Groningers toch om zeep gaat helpen. En nu is het aan de Groningers om die man te verwijderen. En dat doe je door de waarheid over het internationaal strafhof te gebruiken. En die waarheid gebruik je niet alleen maar aan de keukentafel terwijl je met je medeslachtoffers praat over wat er nu aan de hand is. Die waarheid gebruik je ook niet wanneer je een halfbakken overbodige rechtszaak tegen minister Kamp start. Dat is allemaal onzin. De grote waarheid is dat we een moordenaarsclub aan de macht hebben. Dat bewijs ik. De grote waarheid is dat het volk zich dan kan verdedigen met de mensenrechten verdragen. En omdat het nu zo gruwelijk is, te beginnen bij het Folterverdrag. Dat moet je wel doen. Kijk, als je dat niet doet, dan krijgt Hans Albers zijn 23e arbeidscontract. Dan komen er allemaal rapporten. Dan kan nog de bouwwereld niet aan het werk. Dan kan nog de milieuwereld niet aan het werk. Dan krijgen we de internationale lobby weer over die energietoestand. Die gaat trouwens via de griffie van het internationaal strafhof, hè. Jullie willen het maar niet weten, maar het internationaal strafhof communiceert tijdens bijeenkomsten voor parlementariërs internationaal met de energiesector. En die communiceert weer met de maffia en die zit ook weer in Libië en al die andere landen. Kijk, jullie willen het niet weten, maar het is wel de realiteit. Dus als die Hans Albers internationaal gaat communiceren, dan komt het er eigenlijk op neer dat de energiesector internationaal beschermd moet worden tegen de Groningers. En die Groningers die kunnen dan allerlei flutrechtszaken gaan starten op zwakbegaafd denkniveau, omdat dat gebruikelijk is in Nederland. Maar het is niet de oplossing. De oplossing is dat de Groningers eisen dat het hele parlement aftreedt op grond van de rechtszaak die ik tegen Nederland ben gestart bij het internationaal strafhof. Op grond van het Folterverdrag heb ik recht op het arbeidscontract van de minister-president. Ik zou dat nu kunnen opeisen, maar dan krijgen we de hooligans en de go-fast-criminelen uit Frankrijk, België, Duitsland. Dan krijgen we straatgevechten in Nederland. Dan krijgen we de hel in Nederland. Dat wil ik niet. Ik wil wel dat arbeidscontract hebben. En ik weet nu al dat dat niet zonder slag of stoot gaat, want het secretariaat van het ministerie van Algemene Zaken is een steeds gewelddadiger wordende moordenaarsclub. Ik heb ze nu voor de 2e keer de gelegenheid gegeven om die rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof te stoppen. Maar alle tekenen die ik krijg is dat zij nog meer geweld worden. Dus dat ze nog meer moeite doen om die dictatorenclub aan de macht te houden. Al die mensen met die 23 arbeidscontracten moeten aan de macht blijven.
Oké, het is alweer 10 minuten. Ik stop, want anders worden die video's te langzaam. Groningen moet Hans Albers dus verwijderen, omdat jullie op grond van het folterverdrag niet mogen communiceren met Hans Albers. Hij mag geen nationaal coördinator Groningen zijn.